Ze zegt nou... Nog dichterbij. Ze zegt, ik ben nooit kouwelijk geweest. Ik voel me zo. Ze zegt een anders. Ja. Ik zeg, mee ja. Ze zegt, dat komt omdat ik lijm. Oh, ze is best mogelijk. Zo, dag. Wat denk je? Je moet niet. Het is gewoon vanaf half zes. Kijk, dan sta ik er ook even zelf op. Oh, is leuk. Ja, ik kan mezelf ook een foto, filmen, boemekebabi ding doen. Filmapparaat? Dit is een filmapparaat. Ja? Dit is een leuk ding, hè? Ja, dat is heel klein. Dat is camcorder, of niet? Mm-hmm. Ja. Ja, hè? HD. Leuk. Ja. Ik vind HD, filmen dus leuker dan een hele goede kwaliteit. Ook, ja. Daarom hebben we er ook twee. Eén voor een fototoestel en een... Hoi. Hallo, oh je bent dichtbij. Ik ga even uitzoeken. Ja, dat is schrikken, hè? Oeh. Oh, dat ziet er wel lekker uit. Ach ja. Gekke dik, ik heb die twee nooit door elkaar gehaald. Jan en Bram, nooit. Ik heb het nog wel eens laten zeggen, dat was een probleem. Ja, dat was samen. Ja. In die keuken en had hun daar aan die tafel. En wat de hijsen, hè. Ja. Dat de klanten zeggen, nou, een lekkere baas. Zit ze aan mijn lamp te drinken. Nee, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Voor vreemden kan ik me wel voorstellen dat ze dat verschil ook niet zien. Nee, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Nou, dag mevrouw Verrooyen. Heb je portemonnee bij u? Ja, heb ik bij me. Mooi, dan hoeven we niet af te wassen. Vroeger ook wel meer op elkaar leken. Nou, Bram was altijd na. Die mochten daar toch in het stadion kijken. En er waren geloof ik heel veel begeleiders ook bij. En toevallig, waar ik mee moest bejarten met die man, dat is een oud onderwijzer. En die zegt van, zolang we de moeders niet erbij hebben, kunnen wij... Eén docent kunnen 100 kinderen aan. Zolang de moeders bij komen, veranderen de kinderen acuut. Dan zijn ze niet meer te handhaven. Breken ze de boel af. Dat is het heel erg met de ouders. Hè? Dat ze gewoon, dat was al weer vechtpartij. Met de ouders. Ja, zelfs gewoon, kinderen. Voor de kinderen. Als er wat gebeurt op school. Dat ze keer gaan tegen de leraar. Jammer genoeg wel, ja. Dat is toch niet normaal? Nee, want uiteindelijk hebben de leraar zijn de baas op school. Als er wat is. Ja. Kantenzout. Zaterwormen, ja. Ja, nou, witte rijst. Is goed. Ja, witte rijst voor mij. Ik wilde graag een jukkel kaai. 149. Ja, dat is kipvlee, hè? Kaai. Kaai is kipvlee, ja. Naast je bami. Doe maar witte rijst. Witte rijst. En, geen, is dat met groenten? Ja, beetje groenten. Ja, maar geen paprikaasje. Zonder paprika. Ja. En een beetje pittig, kan dat? Iets pittig. Ja, lekker. Beetje knoflook of zo. Ja, ik neem dan toch chapchoy. Ik moet groente eten. Deze neem ik. Chapchoy. En die, kan die foeienaai ook wat hij heeft? Het andere. Geen foeienaai. Ja. Met het, wat had jij? Babi panga. Ja, is goed. Dit? 519. Is goed. Hartstikke goed. Binnen met naast je bami. Doe maar bami alsjeblieft. Bami, ja. En je? Ik wil... Kennen we nu ze niet? Want je hebt dat kip in kerry. Patat en appelmoes. Chashu. Wangtang. En dan hier moet ik babi pang voor. Kan dat? Oké, okay, 524? Ja, met de babi pang. Ook met de babanka. Zonder voor jongen met de babanka. Wat zeg je nou? Ja, zonder voor jongen met babi pang. Juist. Allemaal allergisch, zijn broers. En dan dat Chinese babi. Chinese babi, ja. En is Jan, is dood. Alleen maar voor vrouwen stemmen. Nou, we zijn allergisch al. Dus zit in de familie. Chinese babi is in de familie. Ik zou vertellen, als ik een stuk goede haar zou eten, dan ben ik gelijk droef. Ja, ik wil dat ei uitgezet. Ja. Dat nee, dat kunnen we niet hebben. Nee. Ben je wel eens droef? Alsjeblieft niet. Nee. Nee? Lach maar. Kijk, ik kom maar. Ik denk het schijnt de laatste dag. Ik kwam van de week en toen zei ik kwam maandag op de week. Ik zei, mam, heb je die pillen gehad? Ja, dat is ook niet normaal. Zeg. Kom even zwaaien samen. Nou, ik zei, mam, die kuur is 10 dagen. Nee hoor, 10 dagen schrikken. Ja. Maar achteraf had ze gelijk. Zijn. Ze die mensen terug zitten ook te zwaaien. Niet. Maar ze krijgt 10 pillen. Maar van verschillende. Ja. En dan zou ik volgende week bel ik de dokter ervoor.
Wat heb je gevraagd? Had jij al je enige verbetering? Dat hij vroeg aan mij, ik heb afgesproken met dokter Van Wielen, ik bel op over het aanstellen. Ja, dat kan ik niet. Maar nou had ik een zuster, en toen ging ik even de keuken mee, en die zei van, ik persoonlijk vind een beetje kinderen. Persoonlijk in de winkel goed? Nee, ja. Hartstikke goed, hè? Half veer. Goed. Maar, luister niet. Ik vind haar echt niet beter geworden hoor. Want als je met haar alleen praat, dan zegt ze gewoon: ik wil er een einde aan maken. En mag ze alsjeblieft, kom jongens. Ja, van mij mag ze ook hoor. Ik vind het wel zo eerlijk. Dat zei ze ook gisteren tegen mij. Als je 101 bent, mag het wel. Maar die zus met die kans, ze zegt, maar wat ze zegt, dat valt voor u ook niet mee. Nee, dan ga je weer naar huis. Nee, maar dan gaan ze voor jou, gaan ze dus zeggen dat het beter met haar gaat. Alleen om jou te proberen. Ja. Omdat het zo zielig is voor jou. En dan denk ik van, ja, maar dat is niet reëel. Nou, vorige keer zei een zuster tegen mij, als je wil praten, we zitten daar en daar. Nou, ik heb toch familie hoor, zeg ik tegen hem. Ik zei dus, dan praat ik eerder mee. Als je met hebt gezien. Het is wel erg lief van dan. Dat staat er ze zei tegen ze zei van, u hebt nog veel te verwerken. Je bent naast elke dag bij je moeder. En ze is die sculpturen. Want gisteren ook, toen kom ik bij. En mam, is het nou niks. En ik kom dood aan. Ik zei, mam, ik ga naar huis. Ja, moet je luisteren. Iedereen, er zijn erbij die hebben. Ik heb een potje vaseline. En die smeer ik onder mijn. Maar ik wil een nieuw potje hebben. Ik zei, nou mam, dat doe ik volgende week wel. Want ik wil naar. Nee, zei ze, moet je nou halen. Ze had toch nog. Dus ik naar Kruidvat. Ze zegt, dan moet je naar Kruidvat. Kom ik terug? Nou, zegt ze, ergens had ik het niet nodig. Want ik heb ook nog uiencreme of uienzalf. Nou ja, moeder, ik zit daar even lopen genoeg. Maar de dokter zei tegen mij, dokter H.A.S. van de Wiede, als ze nou iets zegt, dan zeg je gewoon ja hoor. Dat kan ook betaald worden, maar nog even. Gisteren zegt ze, ik wil er gewoon eind te maken. Ze zegt, mam, je bent je eigen baas. Ik weet niet of je ook. Nee, dat is ook goed, Niepje. Ja, 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 ja. De rente moet betaald worden. En de enige die betekent, het andere hart moet verkocht worden. Dat is toch genoeg? Wij hoeven er al niet te tekenen. Dus ja, dat. Die komen weer spijtjes. Ja, als ze straks komt. Hij is de oudste, dus mooi. Dus het is dat misschien nog. Maar moet hij het ook doen? Ben jij nog een dingetje? Ik dat doe ik wel. Nee, dat komt een andere dokter dan. Oh. Doe ik wel. Ja, maar doe jij dat wel? Ik geloof nog niet dat. Kun je jou weer nog een drinken? Ja, graag. Ja, zo'n pil slaat niet gelijk aan. Wat voor pil? Euthanasiepil? Nee, dat is die prima heeft. Zo'n pretpil doorwijzen. Ze hebben nu toch pillen voor antidepressiva? Ja, dat is een pretpil. Pretpil? Ja, ik weet er alles van, want de hele familie slikt ze. Toch een andere? Bij wie? Bij jou? Ja. Ja, dat is gewoon antidepressief. Daar word je wat rustiger van. Wat moeier. Wat nee, je wordt er blijer van. Blijer van? Ja. Oh, dus één happy family bij jullie. Dus is één happy family. Iedereen loopt te lachen en te springen. En, daar geloof er helemaal niks van. Want ik zou even met Mercedes gaan. Dat is niet duur, hè? Ja. Ik zou hartstikke lekker met mijn zus naar Leeuwarden toe. En hoe was het met je kies? Hij heeft me opgebouwd, hè? Ja, maar ik heb een ontsteking in mijn mond. Je kan niet eten? Nee, dat is wel zo. Je kan niet eten, nee. Nee, kan niet eten. Daar is het helemaal ontstoken. Wat moet ze dan eten? Oh, dan word je heel erg groot. Nee, ik ben even voor te klein. Tering, wat heb jij een rotkop met dat korte haar, zeg? En ik moet... Maar liever had ik langer. Je staat bij die... De Charlie, dat ding is bij Baal. Nicole, wat heb jij nou besteld? Nee, die andere. Meer gewoon hete plaat. Hete plaat heet dat. Met zwarte bonensaus. Met zwarte bonensaus. Ik denk dat mijn handen mee geweest, man. Daar kip met ossa's en met warmespees. Bij Indisch man heb je daar zitten eten. Nee. Jan? Zeker weet dat wel. Dat ziet er ook goed uit. Dat Nicole besteld. Bij koerhaas, nee. Ik heb helemaal niks meer. Daarvoor heb je bij Koerhaus heb je daar gezeten. Vroeger is dat daar in moest koken. Ja. Gisteren met de twippels al witte lijst. Zeker weten we wel. Ja, als ze niet hadden nog wel. Dat was zeker. Ja. Ja, maar nu wel. Mag wel een nieuwe biertje nog. Hè? Tuurlijk, jongen. Jongen, jongen, als je dit zo ziet. Wat een breed reis, hè.
Ga je klaar, Miep? Ik vind het hier toch wel leuk, dat vind ik niet.